Het Chinees nieuwjaar, het jaar van de os, is vandaag ingeluid. President Chandrika Prasad Santokhi zegt in een boodschap aan de Chinese gemeenschap dat de viering van het Chinees nieuwjaar dit jaar onderhevig is aan vele beperkingen. Het jaar van de os heeft goede kenmerken die zeker meegenomen moeten worden in de COVID-19 pandemie. Het jaar staat in het teken van de os. De os is het tweede dier in de twaalfjaarlijkse cyclus... Van de Chinese dierenriem. De os heeft een aantal positieve eigenschappen die wij gedurende deze pandemie zeker moeten meenemen als samenleving. De kracht, betrouwbaarheid, doorzettingsvermogen en vastberadenheid hebben we nodig. Ik spreek daar ook de wens uit dat we allen samen deze pandemie verslaan en zodoende samen de eigenschappen van de os inzetten. In het belang van vrede, rechtvaardigheid, ontwikkeling, welvaart en welzijn voor ons volk en de gehele natie. De Oost staat ook bekend als een geboren leider en een harde werker. Deze eigenschappen komen zeer bekend voor. Het zijn de eigenschappen die deze regering meer dan ooit nodig heeft om Suriname uit haar malaise te halen. Het staatshoofd zegt dat het jaar van de Os een jaar moet worden om obstakels voor land en volk uit de weg te ruimen. Ondanks de COVID-19-pandemie zien de vooruitzichten van dit jaar er goed uit. De verlichting komt sneller dan u denkt. En samen komen we uit deze financiële crisis met iedereen's ondersteuning, vertrouwen en hoop. Met het inluiden van dit nieuwjaar staan vandaag de Chinezen extra in de schijnwerpers. De eerste Chinezen, dames en heren, arriveerden op 20 oktober 1853 in Suriname, tien jaar voor de afschaffing van de slavernij. Dus ook zij worden gezien als Jaja-Surinamer, net als ik en net als u. De Chinezen spelen niet alleen een grote rol in de sociaal-economische ontwikkeling, maar ook in de opbouw van de harmonieuze multiculturele samenleving in Suriname. En net als van de andere bevolkingsgroepen, genieten we ook van de Chinese cultuur, het eten en hun vriendschap. President Chandrika Prasat-Santoki zegt dat Suriname een historische band heeft met China en ook een lange vriendschap.